Hallo mensen, toch dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Titan voor 2. We zijn hier in gevecht met allemaal andere Titans. We zijn terug bezig. Ik heb ook even wat help in nodig, zie ik. En nu? Oh, daar moeten we er zijn. Bliss, this is Sloan. The Ark is headed your way. I'll let Viper take it from here. See you soon. Nou, dit redden we dus heel erg niet. Get to a ship. We're going after him. Ja, waar is je ship dan? Oh, we gaan even laden blijkbaar. Maar dit was echt een fucking vet, vooral battle, dat kon je vooral in de vorige aflevering ook wel zien. We hebben toch wel aardig lang gevochten. En dat was echt fucking vet, heel veel titans vermoord en... oh, waar zijn we nou? Uit de titan, en we hebben een grote raket. Oh, dit is het andere schip, of? Oh, niet, nee. This is Commander Briggs. We have to recover the Ark. Dit is echt fucking vet, moet je kijken of er schepen hier zijn. Tijd het is zo. Dit is toch, moet je kijken daar ook. Dat zijn, ik weet niet of dat goede riggers zijn, maar het ziet er echt fucking vet uit. Echt, als je deze game nog niet hebt gekocht, schaam je alsjeblieft. Het is echt... echt een hele mooie game. Oh, hier zijn ze denk ik al. Wat? What the fuck? Het is een Titan. Die vliegt. Oh, het gaat niet zo heel goed binnen. Fuck ben ik? Brace yourself. Oh, ik float dus in de lucht, Parker, nice of you to show up. You're welcome. Gaan we snel in BT? Battleship Malta at 10 o'clock. Ik weet niet wat handig is, maar... we can't get past it. Cooper, I need a pilot on board the Malta to secure the deck now. Nou, laten wij dat dan doen. This is Blackbird 6-4. We can get in there. Hoe kom ik daar dan? We need a fastball. Kan hij mij niet even gooien? Ja, dat dacht ik. Ja, dit moet ook wel lukken. Just like before. Not exactly. There are significantly more variables to throwing between two moving platforms. Ja, oké, okay, dat is niet waar. Good luck. Oh, we moesten hierop landen. Oké, okay, ik zou net zeggen. Welcome to the 6-4, Coop. Hallo. Cooper, listen up. We can't take you directly to the bridge. We'll never get past those guns. We'll drop you off at the stern and you'll have to work your way forward. Contact left. Cooper, I'm gonna get as close as I can without crashing. Time your jump. Now, go! Nice jump! Cover you from out here, Coop. So I know you're all with enemies, but they were shit. What the fuck? Ja, die had ik inderdaad al gezien. Een hoerenspin zeker. Fuck, zeker, we hebben geen ammo meer. Oh, verdomme, dat is ook allemaal waar. Ook dood, waarom?
hang ik scheef. Lijkt dat dan zo. Zo, dat is een beste gun trouwens. Nog een andere gun ergens liggen? Oké, je mag best eens dood gaan hoor. We gaan nu naar boven. Ik heb het idee dat ik een beetje naar rechts hang. Ligt dat nou aan mij? Cooper's on route to the Malta's main gun battery. I don't know if that's gonna be enough. Cooper, hurry. The jump drive is ruptured. Abandoned ship. We lost the Braxton. Stay the course. Hey, andere wapens. Cooper, we can't move up while those guns are firing. Take out the gunner and we'll help you with the last two. Reload! Ja, ga je er nou weer dan? Is er nog eentje dan? Ja, er is nog eentje. Nee, er is niet nog eentje. Wat is deze guy? Er is nog anti-air cannon actief op de deck van de Malta. Ze moeten disabled voor de bridge voordat we kunnen approachen. Verrotted. Nice work, Coop. Good covering fire. We got your back. Oké, nou dit hebben we al weer gedaan. Fucking nice, dit was echt fucking episch. Ik vind dit echt zo veel beter dan bijvoorbeeld Call of Duty. Dit is nou een van het wel. Briggs hier, wat do you need me to do? Close the door and keep her steady. He's not thinking. No, no, wait a second. Follow me. I love this job. Well, it's never boring. We moeten daar heen. Wat? Hoe moet ik er komen? I love this job. Well, it's never boring. Just move your ass, Davis. Wat? Oh, zo. We got the drop on them. Alle kant, ja, dat haal ik. Puntjes. Mooi,
wapens. Dat is mooi. Hupsakee. Mooi, het luidt al. Zie je nog? Wat is dit? Snipertje. Sniper er altijd nice. Die animatie was echt heel erg fijn. Ik al wat meer. Pak aan. Het mag nog wel nice zijn, maar als je in de bubbel zit, heb je dat niet zo. Maar waarom is mijn beeld zijn? Heb ik het toch zelf gedaan? Ik like het nou zo. Ik zit ook te kijken of hier misschien nog helpjes zijn. On, ik heb nog niemand gezien. Niks gezien. Iemand bedoel niks gezien. We gaan nu naar boven blijkbaar. Ik zou hier moeten wisten. Oh for fuck's sake. We're gonna breach the glass. Take your marks. The guy by the stairs. Tango on the mezzanine. Shake charges are ready. Hey Coop, watch out the 6-4 does it. Ja, ik ga hier wel staan. Ik vertrouw het niet helemaal. I'm ready. Breach, breach, breach! Clear! Clear! That's how it's done! Oh. Binnen, hupsakee. Cooper, get to the guns. Wat? Wat daar? Troop, the console's up here. Hey. Commander breaks, the Malta is ours. Copy that, 6-4. Cooper, you still have control of the bridge. Use your data knife to steer yourself right behind the Draconis. Barker, get BT back to Cooper. Steer de shift directly, Brian. Oké, we moeten dus erachter krijgen. All call signs. Clean up hostiles and rendezvous with the Draconis. This is it. You're off course, Cooper. Pull right, more to the right. Ja, ik weet iets meer. You did it. Use your Titan, Cooper. Oh. Oh. 2 meter of zo. Dat is helemaal een klein stukje. Oh, shit. Oh, wat doet die guy? Oh, wat daar is transfer control to pilot. Ja, we gaan in de fucking tijd. Take the deck, get to. Ik neem de BT-2472 of zoiets. Ik zit denk ik in de buurt. En wat moeten we nou doen? Voodoo 1, Viper's on station. Oh, dat is die guy. Uh-oh. The skies belong to me. Nowhere to run. Nowhere to hide. Even kijken, we gaan. Ja, hoor, dit is leuk. Dan gaat verdomme 3 van die krengen, jongen. Oké, okay, dan pak ik gewoon met deze maar weer. Oh, hallo! Auw, ja, gast. Ik kan dan niks, man. Hoe moet ik dit aanpakken? Ik, nou, dit is best wel prettig. Ik moet even een ander wapentje hebben, denk ik. Zit erop, mij. Ja,
got the sniper out. Even just niet zo rood, dat is heel fijn gedaan. Regrouping. Prime 3, check right. Press forward. Nou, we pakken even een ander. Amadot. Banded at Angel 28. Take it to hell. Tell him Viper sent you. Nou, waarom doe ik dit? In ieder geval niet zo, dus dat heb ik erbij genoeg. Target hit, Fox 8. Viper 1 lost control. I'm losing control. Going down. Mayday, mayday, going down. Commander Briggs, this is BT 7274. Ik weet natuurlijk nooit echt of die dan dood is of dan leeft heeft. Omdat we natuurlijk niet echt kunnen. Als eten is gewoon. Ready for fastball. Wat moeten we nou doen? Oh, we moeten fastball, dan moet maar gooien. Fastball, dit is recognize. We moeten maar te gooien. Ja, dan gaat erin. Jammer. Adjusting for wind resistance. Calculating. Oh, dat dacht ik al. Dat was een beste klap. We leven nog. Waar de fuck moeten wij nou heen? Kill Viper, ja. Oh, kut. Je moet wel de fucking goede tijd knallen. Ja, ik ben bezig. Take the shot. Fucking hoer, jong, je bent dood. BT, you okay? Left arm severed. However, I am still operational. Oh, zijn arm is eraf. This ship is rapidly losing altitude. Oh. It is up to us, Cooper. Fucking kut, jongetje, man. Fuck, the Titan. Down from here. Okay. We are approaching the Ark's containment unit. Oh, the containment unit is too large to carry. We must improvise. What are we doing? I cannot reach the Ark. Cooper, I need your help. Ah.
Quickly, we need to get off the ship. We are running out of time. This way, Cooper. Okay, nice. We moeten nu heel snel. Get the Ark out of here. Negative. You're trapped. What are you doing? Protocol 3. I will not lose another pilot. Brace for impact. So, okay. Zijn we nou gevangen genomen? En daar is ons Titan? Is dat wat er gebeurd is? Blisk, your problems are not my concern. Once you have delivered the Ark, as per your contract, your payment will be transferred by the IMC. Just have my money ready. Hoe kan het nou? I'll get you your precious cargo, you useless nev. Hoi, Titan! We gaan verder in van aflevering, mensen. Ik snap er eigenlijk niet zo heel veel van. We zijn blijkbaar nu gevangen genomen. We leven allebei nog, Titan en ik zelf. Cooper. Ik sluit hier bij de aflevering af. Ik hoop dat jullie het wel weer een leuke video vonden. Ik vind dit echt een hele leuke game, echt waar. Er zit echt veel diepgang ook wel in. Je band echt met een. Je band met de pilot en Titan wordt steeds sterker. Dus ja. Maar als je het nog een leuke video vond, even een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik heel waarderen. En dan zie ik je natuurlijk weer op de volgende video. Later!